Joepie, het is vrijdag en meer nog, yes, vakantie! Ja, tenminste voor ons kinderen, hè. Gedaan met school, hopelijk goede rapporten, goede resultaten, de vakantie kan beginnen, zorgeloze tijd en tijd om alles los te laten. Gooit al die oude rommel buiten, maak eens grote schoonmaak in uw kasten, al dat papier van het afgelopen schooljaar, weg ermee en tijd voor creatie. Dat is wat voor mij de zomer betekent. Wij werken door, we gaan ook met vakantie. Maar vooral als je zo in ralenti gaat, hè, een periode dat alles een beetje trager gaat, dat je meer rust vindt bij jezelf, is toch ook wel een periode om nieuwe ideeën toe te laten. Dus ik heb een tip voor jullie. Vertrek met vakantie met een notitieboekje, met een schriftje, met een boekje, een notitieboekje, dat je speciaal gaat bewaren en gaat gebruiken voor jouw dromen en voor jouw doelstellingen en voor jouw nieuwe ideeën. Verzamel ze 2 maanden lang. Noteer ze en klasseer ze en bewerk ze, maar hou ze vast. Tijd om creatie toe te laten. Dat wens ik jullie voor deze zomer. Maar uiteraard zien we elkaar nog volgende week met een nieuw filmpje. Prettige vakantie! Bye bye!